Ja, ik zal een gesprek met haar voeren. Ja. En, dus moeten we even kijken. Ja, en u begeleidt haar tour hier? Precies, precies. Oh, ja. Dat kunnen we gebruiken. Ja. En dan met heel weinig zijn we het zonder. Ja, maar dan even voor vanavond. Ja, ja. Ja. Nee, zeker. Ja. Ja, was ik er even niet. Wij gaan met elkaar praten. Leuk, welkom. Komt u zitten, ik heb wat stoelen neergezet. Ik ga wat stoelen bijzetten, want ik had er te weinig neergezet. Ik ga daar met jou zitten, denk ik. Anousha Nazuma, hartelijk welkom. Je bent onze gast. We vinden het heel fijn dat je met ons hier in gesprek wil gaan, want je brengt wel wat teweeg. Ja. En bij de jonge kinderen, hoe gaat dat? Zeggen die meteen, nee, je hebt helemaal gelijk, zeg. Heb je daar een weg mee te gaan? Absoluut een weg mee te gaan. Oké. Okay. Ja. En Jan had een lijn en die had net betaald, maar ik zeg, ik had toch recht gegeven om niet te betalen. Ik zeg, dus je hebt mazzel. Ja, maar je weet dat het altijd goed komt. Ik zeg, ja. Dus wij hebben wat wensen geïnventariseerd van de mensen die dat werken. Ja. En een paar dingen, zichtbaarheid is natuurlijk een wens. Want als je daar binnenkomt, word je meteen al overvallen door de veelheid van kleuren en objecten. Ja. De twee stromen uit elkaar kan trekken. En dus dat mensen die daar een krantje willen afrekenen voor een topplek in de winkel. En toch is die een dood tijd. Ja. Stil van het water. Ja. En dat vond ik van toen wel aardig. Maar daar was het eigenlijk het probleem bij, denk ik. Dat het zo afsloot. Dus wel creëren als het ware. Dat werd een kantoortje. Juist. Mag ik jullie even onderbreken voordat ik jullie hele gesprek afluister? Maar we hebben Jan en Piet hier staan. Nou, Piet kennen we natuurlijk ook al. Hè? We hebben eerder al bij jou thuis op bezoek geweest. En Jan, jij bent de nieuwe directeur. Hoe lang ben je eigenlijk alweer directeur bij de drukkerij? Per 1 september ben ik begonnen. Dus ik, dat is al bijna een jaar gewoon. Ik kijk nu naar het jaar uit, dat het rond is. Ja. En dan heb ik alles voor het eerst een keer meegemaakt. Ja. Nou, en nu staan we Piet. Jij hebt toen de glazen gevel van de drukkerij ooit verzonnen en gerealiseerd. Wanneer was dat? Ik geloof het rond 2000, hè? Ja. Rond 2000, ja. Dus dat is ook alweer 18 jaar geleden. Ja, dat is heel lang. Ja. Maar waarom staan jullie samen in de voorzijde van de drukkerij? Jullie zijn bezig met een plan of een idee? Ja, we zijn hier bezig na te denken over de entree. Hier is de toeristinfo gevestigd. Hè? Dus de toeristenvoorziening voor de mensen die hier te gast zijn. Die we zo goed mogelijk willen informeren over wat hier allemaal te doen is in de stad. En die willen we een nadrukkelijkere en zichtbaardere plek gaan geven. Dus we zijn aan het nadenken, maar als je aan het ene gaat schuiven, ga je ook aan het andere schuiven. Ja. Dus je moet over heel deze ruimte na gaan denken als je hier bijvoorbeeld een aparte infobalie zou maken voor de toeristen. En je moet nadenken als iemand hier binnenkomt, hoe ziet hij in één oogopslag waar hij moet wezen. Want dat weer zo snel mogelijk dat iemand zijn plek vindt. Dus jullie zijn nu eigenlijk aan het nadenken over hoe je dat straks kunt gaan doen. Dat is de eerste fase van een lange traject. Ja. Dus, dat lijkt allemaal heel eenvoudig. En gelukkig hebben we Piet erbij die over nadenkt. Deze plek ook al heel lang kent. En daar ook over mijmert en dan steeds met suggesties komt. Vind ik heel knap. Dus ik ben heel blij dat Piet hier over mij wil denken. Ja, nou leuk dat jullie dat samen doen. Ja. Maar hoe bevalt het eerste jaar in de drukkerij? Want, je hebt het natuurlijk overgenomen van Dick Aanbeek, die het samen met zijn vrouw heel erg lang heeft gedaan. Ja. De familie Aanbeek, kan ik beter zeggen. Ja. Jij doet het ook samen met je vrouw? Ja, klopt. Wat zijn je indrukken? Want je kende Middelburg wel al, toch? Ja, ik heb hier ooit in de vroege jaren 80 de Pedagogische Academie gedaan. Toen was Middelburg, alle decorstukken staan er nog ongeveer hetzelfde. Maar de stad is veel dynamischer geworden en veel levendiger. Maar ik heb hier toen 3 jaar op deze plek gebouwd. Dus in mijn vormende jaren, hè, kan ik wel zeggen. En, dus dat maakt ook wel dat het een beetje thuis is hier. Ja. Dus het is geen hele nieuwe plek voor ons. Dan hadden we het waarschijnlijk ook niet gedaan. Nee. Dus het is heel leuk om iets voor een plek te betekenen die je al kende. En waar je die een beetje meedraagt in je hart. En waar je maar je komt ook in een zaak die, nou ja, dat kun je wel zeggen, dat is een van de topzaken van de stad. Misschien wel de topzaak, maar dat is altijd gevaarlijk om te zeggen. Ja, ik ben blij dat je het zelf zegt. Maar het is, het is natuurlijk wel een instituut. En, ja. Hoe bevalt dat? Gaat het allemaal op rolletjes of zijn er ook tegenvallers? Het is heel hard werken.
Toen we het overnamen, zei Dick, ach ja, het spreekt eigenlijk allemaal vanzelf en het gaat vanzelf. Maar bij alles wat Dick zegt en Dick doet, zit 50 jaar ervaring achter. En ja, ja. Als je iemand ziet viool spelen die dat 30 jaar doet, lijkt super eenvoudig. Ja. Nou, zo is dat ook een beetje. Dat dacht ik ook met jouw schilderijen, dat doen we wel even. Nou ja, zo werkt dat niet, hè Piet? Nee, we blijven het zelfs. Ja. Dus alle eenvoud is vaak het einde van een lang proces. En dat is ook met deze winkel, als je deze winkel binnenkomt, lijkt allemaal heel vanzelfsprekend. Natuurlijk ziet zo'n winkel er zo uit en natuurlijk staan tijdschriften daar. En alles lijkt. Maar dat is dus het uitkristalliseren van een heel lang proces van trial and error geweest, ja. Heb ik wel begrepen. En dat is uitgekristalliseerd tot wat het nu is. Ja. En als wij kruipen er nu in en proberen dat proces mee te maken. En dat gaat heel goed. Heb jij in de eerste maanden heb jij echt al grote veranderingen hier doorgevoerd? Want als buitenstaander of als klant zie je dat niet meteen. Het is nog wel gewoon zoals het was, toch? Ja, nou dat is heel goed gezien. Ja. Want er gebeurt onze eerste doelstelling is continuïteit. Ja. En de draad oppakken zoals die nu ligt. En dat proberen we zo goed mogelijk te doen. En natuurlijk gaan na verloop van tijd gaan dingen ook weer anders. En, nou ja, deze herinrichting is dan eigenlijk een van de eerste straks mogelijk zichtbare veranderingen. Dat zou kunnen. Ja, ja dat zou kunnen. Ja, ja. En, maar het is, ik vind het wel heel belangrijk om eerst in de dynamiek te komen van hoe dit bedrijf zich beweegt en wat de eigenaardigheden zijn en de mogelijkheden en alvorens je echt dingen gaat veranderen. Maar je draait ook wel veel mee op de werkvloer. Hè? Ik vond vorige keer grappig dat ik een boek had besteld en toen was het telefoontje of het mailtje was door jou verstuurd. Het briefje wat in het boek zat was door jou gedaan. Ik denk, nou die is niet goed in delegeren, maar jij bent gewoon lekker aan het proeven hoe het allemaal... Ja, zoals we ook hebben gezegd. We zijn stage gaan lopen op zoveel mogelijk plekken in de winkel. En daar zijn we ook nog lang niet mee klaar. Alleen, je merkt dat hoe langer je bent, er steeds meer naar je toe schuift. Maar dat klopt, af en toe zit ik achter de telefoon om jou te bellen. Ja, bijvoorbeeld. Ik wist toen nog niet dat jij dat was. Ja. Maar weet je, dat is eigenlijk het leukste van het vak. Hier achter de balie staan en mensen helpen. Dat is echt, vind ik, het leukste. Maar dat, als je leiding geeft aan deze zaak, dan kan je dat niet helemaal doen. Dat kan niet helemaal doen. Nou oké, het is een duidelijke toelichting. Ik zal jullie nu weer met rust laten. En dan, ik ben benieuwd naar de resultaten van het geheel. Ik hoop dat het, dat kan ik zeker doen. Ja. En fijne middag verder.